Afgelopen zomer werd er door Tiwos en Ballas Nedam een zeer zuinige stroomversnellingwoning gebouwd. Dit huis wekt zelf energie op. 7 tijdelijke bewoners gaan er nu logeren om de woning te testen. Tijdens hun verblijf testen ze verschillende omstandigheden in en om het huis en houden ze de resultaten bij in een logboek. De stroomversnellingswoningen zijn in een aantal dagen helemaal energie-neutraal gerenoveerd. Dat betekent dat de bewoners die hier dadelijk in komen wonen, die hebben geen elektriciteitsrekening meer, geen energierekening. Het gas gaat er helemaal uit. Dus we wekken alle elektra op met een warmtebron in het openbaar gebied, onder de parkeerplaats en met zonnepanelen op het dak. En op die manier heb je hier eigenlijk de meest duurzame woning van Tilburg. Het bouwbedrijf Ballas Nedam ziet deze woningen als een enorme kans. Want woningen zoals deze huurwoningen, die zijn er echt miljoenen in Nederland. En als wij een product kunnen bedenken wat wij in enorm snelle tijd hier neer kunnen zetten, zodat we een woning energie-neutraal kunnen renoveren, waarbij de huurder, corporatie, gemeente en bouwbedrijf eigenlijk er allemaal beter van worden, ja, dan is het gewoon een enorme kans om heel veel werk binnen te halen en daarmee ook echt iets bij te dragen aan een duurzame samenleving. Toen aan de buurt werd aangekondigd dat ze konden proefwonen, wisten de bewoners niet wat zij konden verwachten. De beste manier is om mensen het echt te laten ervaren. Dus het is gewoon een hele andere woning. Het vraagt toch wel om een andere manier van wonen. Dus we hebben gezegd, nou, als de woning klaar is, we nodigen jullie uit. Als je dat wil, mag je daar 2 nachtjes in slapen, 3 dagen. En dan willen we heel graag van jullie horen van wat je daarvan vindt.